Ashley Bakker, je vuurdoop in de Champions League, ook al was het de voorronde, nou in? Nou, vuurdoop was het zeker, want het was echt bloedheet. Maar ja, ik ben blij dat ik mijn debuut heb gemaakt in de Champions League, ja. Je bent kapot, hè? Ik ben helemaal kapot, ja. Ik kon echt niet meer. Het is gewoon, de hele week is het 15 graden geweest en met regen en dan opeens 30 en al die droogte en hitte. En dat was moeilijk om mee om te gaan, maar we hebben het wel gedaan als team, ja. Buitenlandse tegenstander, buitenlandse scheidsrechter en dan loop je uit te schelden, maar dat verstaan ze toch helemaal niet? Nee, ik heb niet lopen schelden. Nee, ik heb af en toe wel even ref of scheids geroepen, omdat ik nogal vond dat ze voor sommige situaties wel kon fluiten. Maar ik ben blij dat ik internationaal nu met een club kan spelen, ja. Hoe anders is dat internationaal spelen dan in clubverband of in de competitieverband? Ja, heel anders. Je hebt te maken met hele andere tegenstanders. Ander niveau. Eigenlijk is het ook wel leuk, omdat je in de competitie de tegenstander al kent. En dit eigenlijk, je hebt wel een beetje kennis opgedaan, maar eigenlijk is alles nieuw. 2-1 gewonnen, dat is nog maar net. Nog maar net, ja. We maakten het nog wel even spannend, in de tweede helft vooral. Zeker op het einde, maar eigenlijk hebben we wel verdiend gewonnen, omdat wij... Ik vond het kwalitatief wel beter waren. Zij hebben een aantal speelsters die individueel heel goed zijn. Maar als team denk ik dat wij veel beter zijn. Waarom maakten jullie het dan zo spannend? Ja, als ik daar het antwoord op wist, dan gebeurde dat nooit meer. Nee, het, op een gegeven moment stond het even niet meer goed. En was er wat miscommunicatie tussen de linies. En dat hebben we gewoon geprobeerd zo goed mogelijk op te pakken. En ik denk dat het uiteindelijk beter is gegaan. Alleen ja, er was wel echt een hele lange tijd in de wedstrijd waar het gewoon niet goed liep. Nee. Verdedigend vooral? Ja, het was eigenlijk begint verdedigen in de aanval natuurlijk. Je doet het met z'n allen. En we zaten er gewoon niet kort genoeg op. We lieten gewoon voetballen en ze hadden gewoon te veel ruimte eigenlijk. Maar is zelfs geen een stuk beter, 2-0 voor, dan mag je dat toch eigenlijk niet meer zo spannend laten worden? Nee, eigenlijk niet. Nee. Het eerste helft was een goede helft inderdaad. Goede aanvallen, 2 goals ook inderdaad. En dan ga je met 2-0 de rust in en dat is eigenlijk een goede uitgangspositie. En dan moet je het eigenlijk niet zo spannend laten worden in de tweede helft, nee. Nou denk ik, als ik dat zo hoor, dat je de moeilijkste al gehad hebt. Dat hoor ik meestal ook zeggen. En ook als we als team gekeken hebben naar de verschillende tegenstanders. Je mag nooit je tegenstander onderschatten natuurlijk. Want ja, als je 2-0 voor staat hier tegen Ferencváros en het ook nog zo spannend laat worden, dan gaat er ook nog wat mis. Maar de eerste stap is in ieder geval gezet en dat is een grote stap, ja. Lekker hè, praten over de Champions League. Heerlijk, ja. Ik wil eigenlijk niks liever doen, nee.